Terwijl de koeien rustig hun beurt afwachten om naar het weiland te gaan, is het voor de wandelaars een beetje moeilijker. De doorgang voor de wandelaars is smaller gemaakt, omdat er alvast rekening mee wordt gehouden dat er dadelijk ook kalveren bij de koeien zijn. Voor de wandelaars is het even wennen, maar uiteindelijk lukt het ook hen om de wandeling voor te zetten. En zo kunnen ook de koeien rustig in een weiland plaatsnemen. De mogelijkheid om het geulwater door te laten stromen in de oude geularm is ook voorbereid. Maar de echte doorgang is nog dicht. Ook is men begonnen met de doorgang van de oude geularm onder de Rijksweg door. Eerder al werd aan de ene kant een gat gegraven en nu ook aan de kant van de Wittemerallee, om zo een doorloop van het water te kunnen maken naar de echte geul. De verbinding tussen de beide gaten wordt een tunnel onder de Rijksweg door. De apparatuur om deze tunnel te maken is geplaatst. De grote boren en de buizen liggen gereed. Nog even aan de overkant een beetje verder afgraven en nakijken dat de pomp goed werk levert. Eerder op de dag was de graafmachine al aan het werk in het weiland om de verbinding met de geul te realiseren. Want daar moet het water vanuit de oude geularm uiteindelijk toch naartoe. Thank you.